Mans 543 werd in 2020 bij mevrouw Slagers Karnebeek geboren met de naam Mans van der Gonda. Mans 543 is een zoon van Teun 505 uit een ster preferente merrie van Norbert 444. Hij heeft een verwantschap van 18,7%, komt uit stam 13 en heeft een stokmaat van 1,68 meter. Hij is afkomstig uit de eerste lichting nakomelingen van Teun 505. Mans 543 is een hengst met voldoende rasuitstraling. Hij zou een iets edeler hoofd mogen hebben, maar heeft een lange, verticale hals en een lichte hoofd-halsverbinding. Het is een langgelijnde en opwaarts gebouwde hengst. Hij heeft een sterke bovenlijn, maar is iets gedreven op zijn lendenen. Zijn kruis is van voldoende lengte en is licht hellend. Zijn voorbeen is ook van voldoende lengte en is correct gesteld. Achter is de hengst wat frans en sabelbenig. Hij heeft voldoende hard en droog beenwerk en goed ontwikkelde hoeven. Mans 543 heeft als driejarige het centraal onderzoek doorlopen. Het is een vriendelijke en mensgerichte hengst die zeer nieuwsgierig is. De hengst is in alle disciplines fijn om mee te werken, maar zou wat meer looplust en rek in het lichaam mogen tonen. Onder het zadel heeft de hengst een sterke stap en een voldoende galop, maar zou hij in alle gangen meer lichaamsgebruik en souplesse mogen laten zien. Als men- en tuigpaard heeft hij voldoende aanleg. Hij loopt met voldoende buiging in het achterbeen en kan daarbij voldoende schakelen, waarbij hij zijn voorbeen ruim wegzet. Daarbij toont hij veel statuur en zelfhouding. Hij geeft de menner een goed gevoel, is bewerkbaar en toont daarin ook progressie. Mans 543 kan gebruikt worden op merries met een krachtige draf, waarbij hij jeugduitstraling en een correcte bouw kan toevoegen.